Want jij bent opgegroeid in Veulen, in Limburg, ja, Noord-Limburg. Ja, Veulen bij Vaanrij. En er zitten nogal veel varkenshouders in de regio. Ja. En wat is nou de invloed van Veulen op de rest van de wereld, als je vanuit het varkensperspectief kijkt? Ja, de meeste varkens zitten net een dorpje verderop, in IJsselstein. Ja, wij zijn denk ik voor wel een van de intensiefste gebieden met Brabant van Nederland, ja. Maar onze consumptie van varkensvlees heeft een direct gevolg dan in Brazilië of in... Het veevoer komt inderdaad, zeker bij de varkens en kippen, komt een groot deel van de soja uit Brazilië, Paraguay. Dus wij dragen eigenlijk bij aan de problemen daar. En dan moet je echt denken, dat is ook de reden dat ik eigenlijk in die hongerstaking ben gegaan. Nou, het ergste van die sojaproblematiek vind ik dat die kleine boeren die daar hun voedsel willen verbouwen, of inheemse volkeren die in de savanne of in de tropische bossen in de Amazone leven, dat die met geweld van een grond verjaagd wordt om die sojaplantages aan te leggen. De boskapbedrijven willen eerst het waardevolle hout kappen. Dat wordt weggevoerd en daar hebben ze wegen voor nodig. Mm-hmm. Over die wegen komen ook kleine boertjes die iets eerder door de sojaplantagehouders en de suikerplantagehouders zijn weggejaagd, de bossen in. Dus die komen weer over die weggetjes dat bos kappen. En dan heb je ook nog, net na de ontbossing komt ook vaak de rundveehouders. Dus vaak heb je een proces van boskap, kleine boertjes en rundveehouders, of tegelijk. En daarna komt de soja en de suikerriethouder erachteraan. En de directe aanleiding voor die hongerstaking was dat er nu in juli werd weer bekend dat er de zoveelste milieuactivist was doodgeschoten. En gisteren las ik weer dat er een Indianenleider van de Guarani in Brazilië was doodgeschoten. Ja. Dus ze pikken echt die grootgrondbezitters. Dat zijn sojaplantagehouders, maar het zijn ook rangers, zeg maar, boeren met heel veel koeien. Dat die echt huurmoordenaars inzetten om die leiders van die Indianen dood te schieten en de milieuactivisten die tegen die ontbossing opkomen en boerenleiders. Dus die worden echt doelbewust doodgeschoten en ik vind dat wij gewoon bloed aan de handen hebben. Zeker ook al zijn we, dat wij zo'n grote importeur van die soja zijn. Mm. Krijg je het anders koud? Huh? Krijg je het anders koud? Ja. Ja, natuurlijk. Alle vet ben ik nou al kwijt. En ja, nu is hij dus de eiwitten al aan het afbreken. Dus ik slik ook iedere dag vitamine B1. En Guus, hoe ver ga je hiermee? Ja, dit is de 40ste dag. Ik wou eigenlijk doorgaan. Ik heb een aantal voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Totdat er in ieder geval eentje is aangenomen met een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik zeg eigenlijk, hadden wij wel een ander handelsbeleid, dan zou de veevoerindustrie de bonen, erwten, lupine hier kopen. Ik werk ook samen met akkerbouwers die dat heel graag willen telen. Maar door dat handelsbeleid krijgen die gewoon geen kans. Dus door het eten van varkensvlees, consumeren van varkensvlees, draag je bij aan dit soort praktijken, dit soort criminaliteit? Ja, ja. En ik vind de consument heeft daar deels aan bij, draagt daar deels aan bij. Maar ik wil niet meer langer wat de overheid eigenlijk doet, de verantwoordelijkheid bij de consument leggen. Maar 90% van de consument gaat gewoon voor de laagste prijs. En de overheid moet nu gewoon maar eens die verantwoordelijkheid op zich nemen, dat gewoon 100% van de producten in de winkel duurzaam is. Ja, maar is het dan een
schuld die je bij de consument moet leggen of bij de industrie of bij de overheid? De industrie gaat zover als de overheid ze de kans geeft. Als je de markt wel mag beschermen tegen de soja, maar ook tegen Braziliaans varkensvlees en kippenvlees, dan kun je de eisen aan de boeren qua dierenwelzijn en milieu gewoon enorm ophogen. En dan, waar ik ook voor pleit, is dat je dus het veevoer zo dicht mogelijk bij de boer produceert. En dan kun je ook die mest die geproduceerd wordt, weer op het land, dan kun je de kringloop sluiten. Want jij bent opgegroeid in Veulen, in Limburg, ja, Noord-Limburg. Veulen bij Van Rijk. En er zitten nogal veel varkenshouders in de regio. Ja. En wat is nou de invloed van Veulen op de rest van de wereld, als je vanuit het varkensperspectief kijkt? Ja, de meeste varkens zitten net een dorpje verderop, in IJsselstein. Wij zijn denk ik wel een van de intensiefste gebieden met Brabant van Nederland, ja. Maar onze consumptie van varkensvlees heeft een direct gevolg dan in Brazilië of in... Het veevoer komt inderdaad, zeker bij de varkens en kippen, komt een groot deel van de soja uit Brazilië, Paraguay. Dus wij dragen eigenlijk bij aan de problemen daar. En dan moet je echt denken, dat is ook de reden dat ik eigenlijk in die hongerstaking ben gegaan. Nou, het ergste van die sojaproblematiek vind ik dat die kleine boeren die daar hun voedsel willen verbouwen, of inheemse volkeren die in de savanne of in de tropische bossen in de Amazone leven, dat die met geweld van een grond verjaagd wordt om die sojaplantages aan te leggen. De boskapbedrijven willen eerst het waardevolle hout kappen. Dat wordt weggevoerd en daar hebben ze wegen voor nodig. Mm-hmm. Over die wegen komen ook kleine boertjes die iets eerder door de sojaplantagehouders en de suikerplantagehouders zijn weggejaagd, de bossen in. Dus die komen weer over die weggetjes dat bos kappen. En dan heb je ook nog, net na de ontbossing komt ook vaak de rundveehouders. Dus vaak heb je een proces van boskap, kleine boertjes en rundveehouders, of tegelijk. En daarna komt de soja en de suikerriethouder erachteraan. En de directe aanleiding voor die hongerstaking was dat er nu in juli werd weer bekend dat er de zoveelste milieuactivist was doodgeschoten. En gisteren las ik weer dat er een Indianenleider van de Guarani in Brazilië was doodgeschoten. Ja. Dus ze pikken echt die grootgrondbezitters. Dat zijn sojaplantagehouders, maar het zijn ook rangers, zeg maar, boeren met heel veel koeien. Dat die echt huurmoordenaars inzetten om die leiders van die Indianen dood te schieten en de milieuactivisten die tegen die ontbossing opkomen en boerenleiders. Dus die worden echt doelbewust doodgeschoten en ik vind dat wij gewoon bloed aan de handen hebben. Zeker ook al zijn we zo'n grote importeur van die soja zijn. Mm. Krijg je het anders koud? Huh? Krijg je het anders koud? Ja. Ja, natuurlijk. Alle vet ben ik nou al kwijt.
En ja, nu is hij dus de eiwitten al aan het afbreken. Dus ik slik ook iedere dag vitamine B1. En Guus, hoe ver ga je daarmee? Ja, dit is de 40ste dag. Ik wou eigenlijk doorgaan. Totdat ik heb een aantal voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Totdat er in ieder geval eentje is aangenomen met een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik zeg eigenlijk, hadden wij wel een ander handelsbeleid, dan zou de veverindustrie de bonen, erwten, lupine hier kopen. Ik werk samen met akkerbouwers die dat heel graag willen telen. Maar door dat handelsbeleid krijgen die gewoon geen kans. Dus door het eten van varkensvlees, consumeren van varkensvlees, draag je bij aan het dit soort praktijken, dit soort criminaliteit. Ja, ja. En ik vind de consument heeft er deels aan bij, draagt daar deels aan bij. Maar ik wil niet meer langer wat de overheid eigenlijk doet, de verantwoordelijkheid bij de consument leggen. Maar 90% van de consument gaat gewoon voor de laagste prijs. En de overheid moet nu gewoon maar eens die verantwoordelijkheid op zich nemen dat gewoon 100% van de producten in de winkel duurzaam is. Ja, maar is het dan een schuld die je bij de consument moet leggen of bij de industrie of bij de overheid? De industrie gaat zover als de overheid ze de kans geeft. Als je de markt wel mag beschermen tegen de soja, maar ook tegen Braziliaans varkensvlees en kippenvlees, dan kun je de eisen aan de boeren qua dierenwelzijn en milieu gewoon enorm ophogen. En dan, waar ik ook voor pleit, is dat je dus het veevoer zo dicht mogelijk bij de boer produceert. En dan kun je ook die mest die geproduceerd wordt weer op het land, dan kun je de kringloop sluiten. Want